Nou, ik kom net van het boodschappen doen terug. En ik ga de winkel in en de mens, de ziel, niet zeggen met wie ik gesproken heb, maar het was een man van kleur. Met meer pigment, laat ik zo zeggen. En ik kom aan, ik moet bij een betaling zeggen tegen die meneer. Mag ik u wat vragen? Hij zegt natuurlijk. Ik zeg, wat vindt u nou van dat u een mondkapje op moet hebben? Zo verstond ik niet helemaal. Hij zegt, dan nou, moet u mondkapjes kopen. Ik zeg, nee. Ik zeg nog een keer. Wat vindt u dat u een mondkapje op moet doen? Hij zegt, ja, ik ben het er niet mee eens, maar ik zeg, moet het van uw baas? Ja, het moet van mijn baas. Ja, dat moet eigenlijk. Dus eigenlijk heeft een werknemer bij de winkel, of waar dan ook, eigenlijk geen zelfkeuze of zelfbeschikking. Die moet iets doen wat hij niet op zielsniveau wil, tegen zijn wil in iets opdoen. Wat niet werkt en wat niet functioneert. En wat ook niet fijn is voor mijn ogen, want ik wil gewoon de glimlach van een persoon zien om te kunnen zien hoe die persoon zich voelt. Want aan de mimiek van een gezicht kan je heel veel zien of iemand blij is of boos of verdrietig of gestrest is, whatever. En het is ook gewoon heel belangrijk voor kinderen. En ja, ik wil dus niet dat ik begrijp hem ook wel, want hij moet ook geld verdienen om zijn huur te kunnen betalen en gewoon normaal leven te kunnen leiden. Maar ik had meerdere mensen ontmoet in winkels die totaal niet eens zijn met het mondkapjesbeleid en dat ze zich ook niet gehoord voelen en dat ze het eigenlijk zeggen van ja, ik moet op, anders kan ik mijn baan verliezen. En dan denk ik ook bij mezelf, ik begrijp het ook wel. Want eigenlijk doen ze iets wat ze niet willen op zielsniveau. En natuurlijk, iedereen moet kunnen leven. Dat begrijp ik als geen ander. Maar eigenlijk doen heel veel mensen niet wat ze willen of waar ze van gekomen zijn om hun passie, beroep of hun levensstijl te doen. Want heel veel mensen zijn in de 9-to-5 mentaliteit. En je moet maar ballen hebben of als vrouw zijn of man zijn, sterk zijn in je schoenen. En zeggen, ik ga werken aan mijn hobby, mijn levensstijl, mijn passie. En heel veel mensen doen eigenlijk wat ze niet willen doen. En ik vind het gewoon heel erg dat mensen ja, iets doen wat een ander hun opdracht. Het wordt al geleerd op school, wat sowieso niet goed is. Ik ben niet tegen school, maar ik ben wel tegen wat er geleerd wordt op school. En ik vind het dragen van een mondkapje heel erg een schending van mensenrechten en ook een schending van uiterlijk. En ik vind het gewoon ook niet, het werkt niet, het is niet bewezen. En ook zelfs als het bewezen is, werkt het niet. Het is net alsof je een mondkap hebt, een muilkorf als een hond het hebt. En ik ben ook tegen muilkorven bij honden. I love dogs very much. Maar ik vind gewoon dat mensen geïndoctrineerd worden door de tv. Ik heb mijn tv weggedaan, bewust. Natuurlijk kan ik tv ook op een goede manier gebruiken. Maar mensen worden te veel geïndoctrineerd dat ze via iets horen en dan dat aannemen als waarheid. En als je de tv niet kijkt of je kijkt iets anders wat beter is, want een tv staat eigenlijk voor television. Tells lies to your vision, to your derde oog. En daarmee creëer jij met jouw bewustzijn en jouw aandacht, alles wat je aandacht geeft, creëer jij wat zij willen. Dus ik vind het heel erg dat mensen naar kijken. Er zijn ook mensen die niet kijken, godzijdank zijn die ontwaakt. En die gewoon denken van nou, ik kijk niet naar die indoctrinatie poppenkast. En ja, ik vind het gewoon heel erg apart. En ik hoop voor de toekomst dat alles anders wordt. Natuurlijk, alles verandert. Dat is gewoon in het leven, het hoort erbij. Maar men moet zich wel bewust zijn dat bijvoorbeeld met die mondkapjes het een gewoonte kan worden. Want bijvoorbeeld met een hond. Een hond die heeft geleerd altijd op bed te mogen slapen en op de bank te mogen zitten, kan je niet, moet je wel natuurlijk leren of moet je een professional voor inhuren, dat hij daarna niet meer op de bank mag. Hij had altijd proberen, want hij is gewend en natuurlijk is het hond een metamorfose onschuldig iets. Maar een mondkapje is dat ook hetzelfde. Als je elke keer dat leert, wordt het de gewoonte en denk je van oh. En ik ben hem liever kwijt dan rijk. Ik draag hem bij sommige winkels, anders kom ik echt niet in. En ik heb natuurlijk mijn pasje altijd. En dan zeg ik, ik ben een aantal keer door best wel
niet intelligente mensen, nou, om die manier zeg maar, bejegen dat ik het op moest hebben. Dat ik zei van waar bemoeit u mee? Dan moest ik echt mijn stem verwerven. Dat ik het natuurlijk niet, liever niet doe, maar dat ik mijn pas laat zien. En dan zeg van nou, dat is gewoon de brutaliteit van mensen. Dat ze met een ander bemoeien. Daar hou ik sowieso al niks van. Maar er zijn mensen die dan zich bovengeheven voelen. Die dan denken van, oh, jij draagt het niet. Ik ga het even ingrijpen en zeggen van, nee, ik draag het niet. Ik ga tennis maken. En dat zijn die narcisten die daar gaan genieten. En meestal negeer ik ze heel dood. Dan is het niet leuk, maar dat werkt wel. Of soms trek ik mijn mond open en dan zeg ik van, waar bemoeit u zich mee? En dan zijn ze... Maar het gaat er gewoon ook om dat dit eigenlijk moet stoppen. Het hele mondkapjesgedoe. En ik probeer me te focussen op positiviteit en ik mediteer en ik ben me bewust. Maar ik heb mijn verhaal verteld en ik hoop dat u mij begrijpt. Ik ga ervan uit dat je me begrijpt. Ik was zelf een politiepersoon. Ik heb er niet zo heel veel politie. Een politievrouw die zei, die mondkapjes kloppen niet. Het is gewoon een gedragsexperiment. En dat vond ik wel heel stoer van die vrouw. Dat zij wel een geweten heeft en dat zij ervoor uitkomt dat het niet klopt. Nou mensen, down in de comments, zeg wat je ervan vindt. Ben je tegen, hou ik helemaal van je. Ben je voor, dan is deze YouTube kanaal niet voor jou bedoeld. Maar alsnog, ik wens iedereen een fijne dag en een gezegende dag en een mooie dag.